Gelderse gemeenten betalen miljoenen aan wachtgeld aan oud-wethouders en raadsleden. Dat hoort niet, het is niet nodig. Politici krijgen heel veel geld. De noodsluis is klaar. Het ijs is gebroken. Morgen kan er weer gevaren worden op het Twentekanaal bij Eefde. En een ijsspektakel op het Veluwemeer bij Hulshorst. Goedenavond, nieuws van zondag 5 februari. Hoewel Gelderse gemeenten fors moeten bezuinigen, blijft één kostenpost onveranderd op de begroting drukken. De wachtgeldregeling voor ex-politici. Gelderland keerde het afgelopen jaar ruim 7 miljoen euro uit aan oud-wethouders en raadsleden. Blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. Verslaggevers Martin Lange en Ellen Kamphorst zetten de feiten op een rij. Tom Buitenhuis was in de jaren 90 zo'n 10 jaar wethouder in Nijmegen. Omdat zijn partij, het CDA, niet wil dat wethouders langer dan 3 termijnen dienen, kwam hij op straat te staan. Sindsdien krijgt hij wachtgeld. Al 14 jaar. Nee, ik voel me niet schuldig. Maar ik heb soms wel last van beeldvorming. Omdat dat vaak in een kader wordt geplaatst van wat er in het bedrijfsleven ook wel eens gebeurt. De grote graaiers. Buitenhuis heeft geluk. Hij valt nog onder de oude regeling. In een nieuwe regeling heeft een oud wethouder recht op maximaal 4 jaar wachtgeld. Als hij in de tussentijd een andere baan vindt, worden die inkomsten gekort op het wachtgeld. Nog steeds royaler dan een gewone uitkering. Maar dat is terecht, zegt hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries. Als er iets fout gaat, moeten zij de verantwoordelijkheid nemen en zeggen van ik stap op, want dit is zo ernstig. Hier neem ik de verantwoordelijkheid voor. En als je dan geen uitkering krijgt of een hele beperkte uitkering, dan zullen ze die stap misschien minder snel nemen. En bovendien krijg je minder snel mensen beschikbaar voor de politiek. Want als er slechte regelingen zijn en je loopt een groot afbreukrisico, dat heb je als politicus, ja, dan willen de mensen dat niet meer. Hoewel de regels voor wachtgeld al zijn aangescherpt, gaan Gelderse gemeenten nog steeds gebukt onder de kosten voor de wachtgeldregeling. In totaal betalen gemeenten 7.207.454 euro aan uitkeringen voor oud-wethouders. Sommige gemeenten zijn echte uitschieters. Zo moet Apeldoorn ruim 457.000 euro betalen voor 7 oud-wethouders. En dat terwijl die gemeente al een miljoenen tekort heeft door de mislukte handel in grond. En Berkelland betaalt jaarlijks bijna 3 ton, terwijl die gemeente de komende jaren miljoenen wil bezuinigen door dorpshuizen en de muziekschool te sluiten. Je kunt je afvragen of er ook niet op de wachtgeldregeling gekort kan worden. Het woord zegt het, wachtgeld. Het gaat om het wachten tussen de ene functie en de andere functie. En als je dan 50 geweest bent en je hebt 2 perioden als wethouder erop zitten, dan mag je van de wet tot je 65ste genieten van dat wachtgeld. Maar dat is nooit de bedoeling geweest. Voor Tom Buitenhuis is het verdedigen van zijn royale inkomen bijna afgelopen. In augustus hoopt hij met pensioen te gaan. Gelderse gemeenten houden zich met de wachtgeldregeling voor oud-wethouders aan de landelijke regels. Maar er zijn ook 3 gemeenten die nog een extra regeling hebben. In Arnhem, Ede en Druten. Daar keren ze ook wachtgeld uit aan oud-raadsleden. En dat terwijl verschillende ministers dat al hebben afgekeurd. In Gelderland spannen oud-raadsleden in Ede de kroon. De gemeente betaalt ruim 37.000 euro voor 11 raadsleden. De SP in de Tweede Kamer snapt daar niets van. Dat is eigenlijk niet volgens de regels. Dat hebben we niet afgesproken. De Tweede Kamer wil dat niet. Zelfs de minister wil dat niet. Dus daar moeten we mee ophouden. Raadslid zijn doe je naast je baan. Het moet geen baan worden. En ja, als je daar een wachtgeld bij doet, dan wordt het echt een baan. En dat is toch niet de bedoeling. Bijna 3 jaar geleden diende Kamerlid Van Raak al een initiatiefwet in om de wachtgeldregelingen voor oud-politici af te schaffen. Maar die wet is nooit aangenomen. Toch wil hij nog steeds dat er een streep door de regeling komt. Zeker in tijden van crisis. Misschien moeten we nou in de toekomst wel gaan korten op de WW. Ik hoop van niet. Maar stel dat het gebeurt, dan gaan we op alle mensen in Nederland bezuinigen, behalve op onszelf. Ja, ik kan dat niet uitleggen en volgens mij kunnen andere politici dat ook niet uitleggen. En op onze site staat het hele dossier hierover. Daar kunt u ook precies zien hoeveel u kwijt bent aan het wachtgeld voor ex-wethouders in uw gemeente op gld.nl. De Edese schrijver Jan Siebelink wordt al 1,5 jaar gestalkt door een vrouw. Dat vertelde de schrijver in het programma In Gelderland Live. Er is een groepie die zo ver gaat dat zij bloemen zet op het graf van mijn ouders op Heiderust bij Reden. Want dan is ze ook heel dicht bij mij.
Ook rijdt de vrouw 's ochtends vroeg bij Siebelink door de straat, belt bij hem aan en laat cadeaus achter. De schrijver vindt de aandacht van de vrouw vervelend, maar hij stapt nog niet naar de politie. Het ijs is nog niet overal dik genoeg en dat kan levensgevaarlijk zijn voor dieren, zo bleek in Arnhem. Ik was helemaal in paniek, dat zal ik je wel vertellen. Ik ben niet gauw in paniek, maar ik was nu helemaal in paniek. De langharige herder Duc is een echte allemansvriend. Toen hij aan de overkant van de vijver spelende kinderen zag, wilde hij meedoen. Baasje Maria stond op de oprit sneeuw te ruimen. En ineens hoor ik een harde plons. En toen zie ik ineens de hond in de kolk met zijn hoofd boven water zien te houden. Maria handelt meteen. Aan de andere kant van de dijk wordt geschaatst en daar haalt ze hulp. Die hebben een grote balk hebben we uit de aanhanger gepakt. Want die zeiden van nou, als we nou het ijs kapot slaan, dan kan de hond naar de oever zwemmen. Nou, dat lukte niet, want de hond was toch iets van 10, 15 meter van uit de kant. De brandweer slaagt er uiteindelijk in Duc uit het water te halen. En met Duc gaat het goed. Ja, die doet weer zoals hij altijd doet. Dus ik hoop dat hij niet meer het ijs op gaat. Toch? Hé? Foei, Duc. Hé? En de dierenbescherming waarschuwt hondeneigenaren dan ook om hun beesten in de buurt van ijs aan de lijn te houden. Dit om te voorkomen dat ze achter onder meer ganzen en eenden aangaan en dan door het ijs zakken. En een koe in Gelselaar, vlakbij Lochem, had minder geluk. Zij zakte door het ijs in een greppel naast het weiland. Hulpdiensten rukten uit, maar waren te laat. De koe overleefde het niet. Al maanden liggen ze vast voor de kapotte sluis bij Eefde. 42 schepen. Ze konden geen kant meer op. Maar morgen, dan kunnen de schippers weer wegvaren. Rijkswaterstaat heeft gisteren en vandaag met ijsbrekers het 10 centimeter dikke ijs op het Twentekanaal kapot gevaren. Ook is er geoefend met een grote hijskraan die de sluisdeur aan de IJsselkant gaat bedienen. In het Twentekanaal liggen 42 schepen te wachten tot ze het kanaal kunnen verlaten. Ze kwamen vast te liggen toen begin januari de 90 ton zware sluisdeur naar beneden viel. Verwacht wordt dat over 5 weken de sluis definitief gerepareerd is. Keihard van een steile baan naar beneden schaatsen. Hoe verging het de enige Gelderse deelnemer? U hoort het zo. Bijna 9000 lopers trotseerden vandaag de kou en deden mee aan de midwintermarathon in Apeldoorn. De organisatie waarschuwde extra voor de kou. De meeste lopers hadden zich goed voorbereid en kwamen veilig bij de finish. Een handschoentjes aan en pet op en dan muts op, dan gaat het prima. Het was heerlijk. De rol van ambtenaren in de grondaffaire in Apeldoorn moet ter discussie worden gesteld. Dat zegt ex-wethouder Rob Metz. Volgens hem moet je als bestuur blindelings kunnen vertrouwen op je ambtenaren. Metz stapte afgelopen donderdag op als wethouder tijdens het raadsdebat over de grondaffaire. Die kan de gemeente 100 tot 200 miljoen euro kosten. Een deel van de Uggelenseweg in Uggelen is zeker tot morgenochtend dicht vanwege een gat in de weg. Het gat ontstond na een leidingbreuk gistermiddag. Hierdoor zaten zo'n 40 huishoudens zonder water. Waterleidingbedrijf Vitens heeft de situatie tijdelijk opgelost en kan pas na de vorst met een permanente oplossing komen. En officieel duurt het nog 2 weken, maar in het Achterhoekse Braamt is het carnaval nu al begonnen. Er is vandaag de eerste optocht gehouden. De organisaties van de verschillende optochten in omliggende dorpen willen elkaar niet in de weg zitten en daarom viert Braamt nu al feest. Actueel nieuws, weer en sport uit Gelderland. U ziet het allemaal nog sneller op uw iPhone of Android-telefoon als u vandaag nog de applicatie hiervoor downloadt. Nog een maand geleden werd er op het water gesurfd, maar nu is een groot deel van het Veluwemeer dichtgevroren. Maar die die-hard surfers die klimmen ook met deze vorst op hun plank. Als je eenmaal een keer op zo'n plank hebt gestaan, dan wil je eigenlijk niet anders meer. Dat is zo'n machtig gevoel, die snelheid, die acceleratie. Vandaag valt het helaas een beetje tegen met die acceleratie, omdat de wind het laat afweten. Maar er is nog voldoende wind om te kunnen ijssurfen. Met een ijssurf heb je veel minder weerstand. Je gaat veel makkelijker glijden. Met een surfboard lig je in het water, heb je veel grotere natte oppervlak, waardoor je eigenlijk veel meer druk nodig hebt om weg te komen. En bij dit soort sporten heb je eigenlijk heel weinig nodig om van de plek te komen. Een zuchtje wind is al genoeg. En daarom komen er uit het hele land surfers naar het Veluwemeer. Dit is zo'n mooie plek ook hier aan het Veluwemeer en ook bij het Wolderwijd. Het vriest zo snel dicht. Maar het is uitkijken geblazen voor de surfers die normaal gewend zijn in het water te vallen. Als je hier valt, val je meteen keihard en een helm is gewoon echt noodzaak. Als het
het deze week nog blijft vriezen, wordt aanstaand weekend hier op het Veluwemeer misschien het Nederlands kampioenschap ijssurfen gehouden. En wat betreft sommige surfers mag het zelfs nog wel wat langer vriezen. Als het aan mij ligt en er is toch geen hogere temperatuur verwacht, dan wil ik het wel zo houden. En dan met iets meer wind, dan kan ik het wel een maandje volhouden. Maar dat ben ik niet met alle windsurfers eens, want de meesten die willen dat het ijs weggaat, dat ze weer gewoon het water op kunnen. En meer spektakel op het ijs, want Nijmegenaar Remo Spijers, die draait mee in de top van een relatief nieuwe extreme ijssport. Hij was dit weekend de enige Gelderse deelnemer aan het Crashed Ice evenement in Valkenburg. De spelregels van het Crashed Ice event zijn vrij eenvoudig. Vier schaatsers gaan zo snel mogelijk de Kouberg af. De twee snelste gaan door naar de volgende ronde. Onder de deelnemers de 25-jarige Remo Spijers uit Nijmegen. Het beste gevoel wat er is. Aan de ene kant wil je niet en durf je niet. Maar aan de andere kant, je krijgt zo'n adrenaline kick. En je krijgt zo'n rush in je lichaam, dat goede gevoel. Als je door bent, ja, dat kun je met niks vergelijken. Het is een behoorlijk ruige sport. Vorig jaar viel Remo uit doordat hij zijn arm uit de kom kreeg. Oh, hou je niet af en toe je hart vast? Ja, ik vind het zelf ook heel gaaf. En ik vind het alleen maar cooler dat Remo nu ook meedoet. En daar word ik heel enthousiast van. En ik vind het alleen maar heel cool. En dan is het tijd voor de eerste finale ronde. Remo moet bij de eerste twee zitten, wil hij verder gaan. Maar dat lukt net niet. Remo ligt eruit. Heel erg teleurgesteld. Aan de andere kant een hele goede run gereden. Als je van 4 terugkomt naar 2 en dan eigenlijk tegelijk finisht, heb je aan de ene kant ook weer niet echt verloren. En ja, ben je eigenlijk als een man eruit gegaan en niet als een pannenkoek. En dat geeft me toch aan de andere kant wel weer een goed gevoel. En meer beelden van deze spectaculaire en ijzingwekkende race ziet u op onze website. NEC is vandaag onderuit gegaan tegen Feyenoord. In de Goffert verloor de Nijmeesterclub met 0-2. Het was de eerste competitienederlaag na 3 overwinningen op rij. Vitesse won gisteren in stadion Gelredome met 1-0 van NAC. Het enige doelpunt werd gemaakt door Vitesse naar Nicky Hofs. Door de overwinning werd een crisis bij Vitesse afgewend. De Arnhemmers hadden tot gisteren niet meer gewonnen sinds de winterstop. En de wedstrijd van de Graafschap die werd afgelast vanwege een te slecht veld. Reacties en meer nieuws over het voetbal vindt u op onze site en op teletextpagina 201. Kou, sneeuw en ijs beheerst het nieuws deze week, maar er gebeurde meer. Een overzicht. De onrust onder inwoners van Babberich groeit na een reeks branden in het dorp. Ze zijn bang dat er een pyromaan actief is. Afgelopen week was er een informatieavond in het dorp. Ik denk dat heel veel mensen zijn die slecht slapen, veel wakker zijn. De politie heeft 5 rechercheurs op de zaak gezet. Schaatser Stefan Groothuis wordt dinsdag in zijn woonplaats Voorst gehuldigd, omdat hij in Calgary goud heeft behaald op het WK Sprint. Het hele dorp feest mee. En dinsdag is ook de eerste dag dat er geschaatst kan worden. Tenminste op de ijsbaan in Arnhem. Vanochtend zag ik dat hij vanmiddag open ging. Dus uit school alles klaargezet en dan vanmiddag het ijs op. Woensdag wordt aan de voet van een flat in Arnhem-Zuid een dode man gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en onderzoekt de zaak. 60 goudvissen, grote, plus minus 30 euro per stuk. Allemaal onder puin en onder modder. Wat moet ik nou beginnen? In Elst rijdt een auto de tuin in van meneer Rietveld. Hij is er kapot van en de automobilist is spoorloos. In Ermelo breien schoolkinderen aan de langste sjaal van Gelderland. En sommigen krijgen breien met de paplepel ingegoten. Ja, van mijn moeder. Mijn moeder is zelf ook een poef aan het breien. En vrijdag sneeuwde het. En dat betekent veel lol. Maar ook veel ellende. En de nacht erna staat inmiddels bekend als de koudste sinds jaren. Ja, kleine stap naar Margot Ribberink voor het weer. Want Margot, het was weer een prachtige dag vandaag. Maar hoe lang blijft het nou nog vriezen?
Nou, waarschijnlijk tot en met het volgend weekend. Wellicht wordt de vorst woensdag en donderdag eventjes wat getemperd. Er komt bewolking over Gelderland en onder die bewolking wordt het net even iets minder koud. Maar vanaf vrijdag lijkt het heldere vriesweer weer terug te komen. En dat betekent dat de temperaturen weer onderuit gaan. Overigens was het afgelopen nacht ook heel erg koud in Gelderland. Op veel plaatsen zeer strenge vorst, min 15 graden. En ook vandaag overdag bleef het overal vriezen. Maar was de lucht eventjes wat minder blauw, want vanuit het westen probeerde een storing dichterbij te komen. Het was alleen wat sluierbewolking, zodat de zon in Gelderland nog behoorlijk wat uurtjes wist te maken. En die sluierbewolking die trekt vanavond en vannacht over de provincie naar het oosten, waarna het weer kraakhelder wordt. Dus het wordt weer een koude nacht. Temperaturen gaan omlaag naar min 13 tot min 15. En op sommige plaatsen, Herwijnen bijvoorbeeld, het is een hele koude plaats in Gelderland, min 16, min 17. En morgen overdag, dan is de zon weer terug. Geen sluierwolken, dus de lucht is prachtig blauw, maar het blijft wel stug doorvriezen. Min 3, min 4 graden. Gelukkig waait het niet zo hard, zodat het niet nog kouder aanvoelt. En dit zijn de vooruitzichten. Het blijft de hele week winter. Woensdag en donderdag even wat meer bewolking. Donderdag misschien een vlokje sneeuw. Dan is het eventjes wat minder koud. Maar vanaf vrijdag gaan de temperaturen weer omlaag. Kort nog de hoofdpunten van vandaag. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat gemeenten in onze provincie ruim 7 miljoen euro aan wachtgeld betalen aan oud-wethouders en raadsleden. En een ijsbreker heeft het Twentekanaal weer begaanbaar gemaakt, zodat morgen, als de noodsluis bij Eefde in gebruik wordt genomen, de vaarweg vrij is. Dat was het. Nog een heel mooie avond verder.